Hallo allemaal, welkom bij Bibliotheek Almelo. Wij organiseren vandaag de kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd voor kinderen uit groepen 7 en 8. Vanwege corona is dit jaar alles een beetje anders, dus we zitten niet in de bibliotheek, maar we zitten in de televisiestudio van A-Visie. Gaan jullie mee? Kom! Nou, we zijn nu bij de studio aangekomen. Dan gaan we hier linksaf naar de opnameruimte. Hier gaan de kinderen allemaal voorlezen. Hier hebben we eerst de jury zitten. En dan hier voor het groene scherm. Hij staat nog niet op de goede plek, kijk. Dit is de voorleesstoel. Nou, en daar gaan de kinderen zometeen allemaal zitten voorlezen. Nou, dan wil ik jullie heel graag voorstellen aan onze jury. We hebben hier twee mensen uit Almelo allebei. De eerste is Annette Jacobs. Zij is een kinderboekenschrijfster. Een van de nieuwste boeken, dat is het Slijmboek. En je hebt er ook nog een nieuw boek geschreven over TikTok. Ja, de TikTok Challenge. Ja, precies. Nou, kijk. Dus Annette is ook heel goed in jureren bij voorleeswedstrijden. Heeft ze heel vaak gedaan. Dus dat is dan Annette. En dan als tweede hebben we Michelle Brouwer. Dat is een collega van mij. Ze heeft zelf een klein dochtertje. Dus voorlezen, dat is dagelijkse kost. Nou, Michelle. Goed. Zijn jullie er klaar voor? Ja, oké. Nou, dan gaan we nu beginnen. De eerste voorlezer die staat vast al vol spanning te wachten. De wedstrijd kan beginnen. Hallo, mijn naam is Thies Kuipers en ik ga een stukje voorlezen uit De Waanzinnige Boomhut van 26 verdiepingen, geschreven door Annie Griffiths en Terry Denton. Ik heb dit boek gekozen omdat het mij een heel leuk en grappig boek leek en ik ga een stukje voorlezen uit hoofdstuk 3, waarom de haaien Terry's onderbroeken opaten. Ik sta Terry een tijdje aan, omdat ik probeer te begrijpen wat hij daar net heeft gezegd. Sorry, zeg ik. Ik denk dat ik je verkeerd heb verstaan. Dat ik net of je zei dat de haaien je onderbroeken hebben opgegeten. Maar dat zei ik ook, zegt Terry. En nu zijn de haaien echt heel erg misselijk. Ze liggen maar een beetje op de bodem van het aquarium en ze bewegen niet. Maar waarom hebben ze jouw onderbroeken opgegeten, zeg ik. En hoe kreeg ze die eigenlijk te pakken? Kijk, zegt hij. Ik wilde het haaienaquarium dus gaan gebruiken om mijn onderbroeken in te wassen. Dus ik hing een grote pot boven het water en toen dachten de haaien dat het een echt mens was. En ze sprongen de hele tijd omhoog, omdat ze een hap van hem wilden nemen. En toen begon het water te koken. Je weet wel, zoals in een wasmachine. Dus toen mond ik mijn onderbroeken aan het uiteinde van een stok en liet hem in het water zakken. Maar de haaien die waren zo aan het springen dat ze de onderbroeken van de stok afsloegen. En toen aasten ze op. En nu liggen de haaien de hele tijd op de bodem van het aquarium. En ze hebben een hele rare groene kleur. Andy, wat moeten we nu doen? Zegt Terry. Ik weet het niet, zeg ik. Kennen we maar iemand die van dieren houdt en die alles voor ze wist. En die ook nog eens in de buurt was, zodat ze hier heel snel zou kunnen zijn. Ja, zegt Terry. Iemand als Jill? Ja, zeg ik. Precies zo'n iemand als Jill. Ik weet wat, zegt Terry. We bellen Jill. Geweldig idee, zeg ik. Mocht je je afvragen wie Jill is? Dat is onze buurvrouw. Ze woont aan de andere kant van het bos en ze is gek op dieren. En als ik zeg gek, dan meen ik dat. Ze heeft 2 honden, een geit, 3 paarden, 4 goudvissen, een koe, 6 konijnen, 2 cavia's, een kameel, een ezel en 13 vliegende katten. Terry springt op. Ga haar nu meteen bellen met de videofoon. Maar Jill heeft geen videofoon. Geen probleem, zegt Terry. Dan gebruik ik mijn nieuwe, megabuigzame, oneindig uitrekbare, titaniumbekleerde spreektoeter wel. Hey Jill, zegt Terry. Kun je nu meteen even langskomen? Ik ben met wat anders bezig, zegt Jill. Ik drink thee met mijn kat Naris. Maar het is dringend,
zegt Terry. De haaien zijn misselijk. Hoe komt dat? Zegt Jill. Ze hebben mijn onderbroeken opgegeten. Je onderbroeken? Zegt Jill. Oh nee, hoeveel? 3, zegt Terry. Hopelijk waren het schone, zegt Jill. Nou nee, zegt Terry. Daar gaat het nou juist om. Ik probeerde ze namelijk te wassen. Oh nee, hè, zegt Jill. Ik kom eraan. Tot zo bij het haaienaquarium. Daar is ze al, zegt Jill. Wauw, zeg ik. Dat was snel. Ja, dat je zoetje in een katnari veranderde was het beste dat je ooit hebt gedaan, Terry. Heel wat anders dan je onderbroeken naar de haaien voeren. Want dat moet zo'n beetje het slechtste zijn wat je ooit hebt gedaan. Jill tuurt in het aquarium. Die arme beestjes, zegt ze. Ik denk dat ik maar even een kijkje ga nemen. We kijken toe hoe Jill en haar katten in het aquarium induiken en aan hun werk gaan. Ze probeert het met aquapunctuur. Rugvinmassage. Hypnose. Haaiengymnastiek. En oppepfilmpjes. Maar niks lijkt te werken. Uiteindelijk komt Jill weer boven. Dat zijn duidelijk de allerziekste haaien die ik ooit heb gezien, zegt ze. Ze zijn zelfs zo ziek dat ik ze moet opereren. Opereren, zeg ik. Ja, zegt Jill. Een op- en haaioperatie. Er zit niks anders op. Ties, mag ik jou wat vragen? Ja. Wat wil jij laten worden? Een muzikant. Muzikant? Ja. Ik weet ook een hele mooie andere carrière voor jou. Ik zou in de film gaan. Of op theater. Weet je, als ik jou zie voorlezen, dan zie ik gewoon het hele boek voor mij. Dan, jij bent in je eentje een film eigenlijk, zoals jij het voorleest. Ja. Ja, super. Hartstikke gaaf. Heel enthousiast. Je maakt het zo beeldend. En je kijkt heel veel het publiek in. Nou ja, je hebt dan nu alleen een camera, maar... Maar dat is publiek, ja, precies. Dus je kent het ook door en door volgens mij. Het is heel goed voorbereid en heel enthousiast voorgelezen. Superleuk. Dus dankjewel. Dankjewel. Ja? Hallo allemaal. Ik ben Lois de Wilde uit groep 8 van basisschool De Roerganger in Enter. En ik ga een stukje voorlezen uit het boek Schuilplaats van Marieke Goslinga. Ik heb dit boek gekozen omdat ik het een mooi verhaal vind en ook een goed boek vind om voor te lezen. Het gaat over een jongen genaamd Levi en die na de zomervakantie naar de middelbare school gaat. En hij is een paar weken terug zijn moeder verloren aan een ongeluk. En hij gaat voor het eerst op vakantie zonder zijn moeder. En dat loopt in het begin nog niet zo soepel, maar daar gaat hij verandering in brengen. Ik ga nu een stukje voorlezen. We zaten op de boot naar Vlieland. Mijn vader, mijn broer, mijn zus en ik. Het was de eerste vakantie zonder haar. Je moet het een plekje geven, jongen, had mijn juf gezegd bij het afscheid van groep 8. Wat voor plekje dan? Wat was dat voor stom advies? Ik wilde gewoon dat alles weer normaal was. Dat ik niet zo leeg was van binnen. Want dat leek ik wel. Een soort zombie. Behalve als mijn broer grappen maakte. Al waren dat er de laatste tijd niet zoveel. Tom maakte mij normaal gesproken altijd aan het lachen. Hij moet professioneel grappenmaker worden. Mama zei dat altijd. Ik denk dat ze gelijk heeft. Of had. Hoe zeg je dat als iemand er niet meer is? De weken na het ongeluk moesten we nog gewoon naar school. Toen konden we elkaar wel ontlopen. We deden thuis alle vier zo normaal mogelijk. Ik had echt geen flauw idee hoe het nu verder moest. Mijn vader ging naar zijn werk en wij naar school. Ik zat in het laatste jaar van de basisschool, Tom in het laatste jaar van de middelbare en Anne in het derde jaar. Bij het avondeten zaten we natuurlijk samen aan tafel. Dat was het enige moment dat elkaar ontlopen lastig was. Toen we aankwamen bij de haven van Vlieland, zat Anne nog steeds verveeld naar buiten te kijken. Ze had haar koptelefoon afgedaan. Waarom gaan we hier eigenlijk nog naartoe? Vroeg ze. Anne is al een tijd aan het pibberen. Dat is echt verschrikkelijk. Misschien hoort die kwaaikop daar wel bij. Mama zei een keer dat Anne er ook niks aan kon doen aan de pubertijd. Alsof het een ziekte is. Ik gaf haar een schop om de tafel. Ik wil hier naartoe, zei ik. Tom zei niks.
Je hoeft niet mee, hè? Zei mijn vader tegen Anne. Ja, ja, dat zeg je wel, maar dat bedoel je natuurlijk niet, antwoordde schattig. Ik keek naar Tom, die nog steeds niks zei. Mijn vader begon de spullen in de tas te doen. Hij gaf me een knipoog. Je kunt altijd nog eerder teruggaan, zei ik tegen Anne. Deed ze dat maar. Samen met papa en Tom zou het vast goed te doen zijn. Misschien konden we dan zelfs af en toe over mama praten, zoals papa soms met ons probeerde. Als hij dan maar niet verdrietig werd. Met Anne erbij kon er niks gezegd worden. Die werd dan hysterisch. Met haar bij was het zelfs alsof mama niet bestaan had. Ja, of heel lang geleden misschien. Ik keek naar buiten, naar de mensen waar, naar de kade waar de mensen stonden die hun familie en vrienden opkwamen halen. Ze lachten en zwaaiden naar de mensen op de boot. Toen besloot ik iets. Ik zou deze vakantie gaan redden. Was het spannend? Ja, wel een beetje. Ja, wel een beetje. Nou, maar Lois, ik heb zo naar jou zitten luisteren. Ik ben helemaal vergeten iets op te schrijven. Jij hebt mij helemaal in dat boek gezogen. En ik ga het meteen straks lenen hier in de Biep. Want ik vind het een prachtig boek. Maar zoals jij het ook leest, dat ik moet bijna huilen. Eigenlijk, ik werd helemaal emotioneel daarvan. Dus ik vind dat super knap. Jij hebt mij heel goed laten voelen hoe dat verhaal is bedoeld. Goed gedaan. Ja, ja. Ja, ik vind dat je de hoofdpersoon echt een stem hebt gegeven. Je leest het echt alsof je het bent, haast. En heel, heel beheerst, heel goed verstaanbaar en op een heel, heel fijn tempo. Dus het was voor ons heel fijn om te volgen. Dankjewel. Ja, ik ook. Hoi, ik ben Imke. Ik zit in groep 7 van de Beekpark in Borne. Ik ga vandaag voorlezen uit het boek Gips. Dat is geschreven door Anna Woltz. Ik heb het boek gekozen omdat er veel in gebeurt en ik het een ontzettend leuk boek vind en daarom vond ik het leuk om het voor te lezen. Het voorafgaande stukje van het stukje dat ik ga voorlezen is dat Felicia, ook wel Fitz, samen met haar vader en haar zusje Bente naar het ziekenhuis moet omdat Bentes vingertopje eraf is nadat ze is gevallen met de fiets. Daar worden ze geholpen door de dokter Douwe. Fitz, haar moeder, komt en Fitz is nog steeds boos omdat haar ouders net zijn gescheiden. Er komt een kleine cliffhanger, maar ook een soort klein stukje wat grappig is. Het voelt alsof er een schroef wordt aangedraaid in mijn buik. Mama loopt in een rechte lijn naar het ziekenhuisbed en slaat haar armen om Bente heen. Heel rustig begint ze precies de goede vragen te stellen. En dat is dus niet fijn. Het is rampzalig, want ik heb echt geen idee hoe papa, Bente en ik het ooit gaan redden. Op donderdag bedoel ik. Op vrijdag en op zaterdag. In sommige landen en in sommige huizen zullen best mannen bestaan die supergoed in hun eentje voor kinderen kunnen zorgen. Ik zeg niet dat mannen niks kunnen. Ik zeg alleen dat er tenminste één man bestaat die beter is in timmeren dan in het vullen van een broodtrommeltje volgens de regels van onze school. Echt waar? Vraagt mama aan Bente. Het topje lag zomaar op straat. Het neemt nu een bad, zeg ik hard. Ik wijs op het bakje naast de wastafel. Douwe gaat er soep van koken. Mama fronst haar wenkbrauwen. Maar Douwe zegt vlug, lasagne. Soep is voor meisjes. Ik maak er lasagne van. Bente giechelt, maar mama let niet op Douwe. Ze kijkt naar mij. Waarom heb je een masker op? Ik stop meteen met lachen en hoop dat ze niet ziet dat mijn hart begint te bonken onder mijn trui. Dat heeft papa's nieuwe buurvrouw aan me gegeven. Ze trekt haar wenkbrauw op. Papa's nieuwe buurvrouw? Ik knik. Ze heeft Bente's leven gered en ze gaf ons een theedoek, een boterhamzakje en een masker cadeau. Dat is fijn, zegt mama, maar doe dat enge ding nu maar af. Ik denk dat ze het beter op kan houden, zegt papa zacht. Zijn gezicht is bleek. Het is even stil. Tja, zegt mijn moeder dan. Jij denkt ook dat een kind van 9 een enorme slee kan dragen terwijl ze achter op jouw fiets zit en de wegen spekglad zijn. Ze kijkt weer naar mij. Felicia, we zijn hier in het ziekenhuis, niet op een feestje. Zet dat masker af.
Ik heet Fitz, roep ik. Ik heb jullie op 1 januari een mail gestuurd om te vertellen dat ik niet meer naar Felicia luister. Hoe moeilijk is het om dat te onthouden? Ze zucht. Fitz, zet dat masker af. Mijn best. Ik haak de elastiekjes los. Zonder met mijn ogen te knipperen kijk ik haar aan. Ze leest de woorden op mijn gezicht en ik zie haar verstijven. Oké, doe het maar weer op. Dit was het. Imke, wat jammer dat je ophield met lezen. Ja, je moet gewoon dat hele boek van mij uitlezen. Ik wil nu weten hoe dat verder gaat. Dus je hebt een fantastisch goed stukje gekozen. En je leest dat heel rustig, heel fijn, met goede intonatie. Ja, knap. Ja, heel beheerst. Heel mooi verschil tussen de stemmen van alle verschillende personages. Ja, hij vond het heel mooi en heel kalm voorgelezen. En je neemt ons er echt in mee. Heel, heel mooi gedaan. Dank je. Ja, top. Ja. Hallo, ik ben Lim van de school Letterveld uit Almelo en ik ga het boek voorlezen Sylvester en de bizarre verhuizing. De auteur en illustrator van dit boek is Willeke Brouwer en ik ga jullie nu vertellen waar het over gaat. Sylvester's ouders besluiten te verhuizen van Burgerdam naar IJzerbroek. Sylvester is het daar helemaal niet mee eens en bedenkt samen met zijn beste vrienden Mick en Elvis een plan om de verhuizing tegen te houden. Ik ga hoofdstuk 5 voorlezen, bladzijde 33. Vieze gimpen. Tot overmaat van ramp gaan we op een vrijdagochtend ook nog kijken in het dorp en bij het huis. Ik ga mee om niet verdacht te lijken. Maar het is duidelijk. Ik ga daar niet wonen. Het is 1 uur en 1 kwartier rijden. Dat kan nooit goed zijn. Nog even en we rijden van een wereldbol af. Isa vindt het allemaal geweldig. Die is omgekocht met een kip. En ze gaat de roze kamer krijgen in het nieuwe huis. En haar konijn Zorro krijgt een mooi groot hok. Mijn vader wordt steeds vrolijker. En als we het bordje IJzerbroek zien, wil hij ook nog eens gaan zingen. Maar dat vindt zelfs mijn moeder te ver gaan. Soms is zij nog wel een beetje menselijk. Ze zegt, Bart, ze hebben het al zo moeilijk. We stoppen bij een klein scheef boerderijtje met een modderig pad ernaartoe. Echt zo'n huis waar je niet zou willen wonen. Er ligt een weidje naast dat er ook bij hoort. Mijn moeder loopt de hele tijd te gillen. Oh, wat mooi, oh, wat enig. Hier wil ik een kiphok en daar wil ik een moestuin. Oh, Bart, ruik je die gezonde lucht? Wat heerlijk puur. Ze gaat ook nog een rondje draaien met de armen in de lucht. Ik gluur naar de makelaar. Die zal toch ook wel denken, wat is dit voor mens? Maar hij kijkt alsof hij dagelijks met dit soort mensen te maken heeft. Mijn moeder schaamt zich echt nergens voor. Binnen is alles ook scheef en oud en vies. Isa vindt het mooi. Wat wordt mijn kamer? Vraagt ze. Ik woon roze. Mijn handen jeuken, zegt mijn vader. Ik kom meteen wel aan het werk. Word je nu ook niet enthousiast, Sil? Nee, ik word inderdaad ook niet enthousiast. Nergens wifi natuurlijk in de tuin. Mijn nieuwe gimpen zijn gelijk al vies. Dat is meteen een goede reden om niet op de boerderij te gaan wonen. Mijn moeder neemt me mee naar de school in het dorp. Fijn hè, dat hier gewoon vlakbij een leuk schooltje is. Nou, eerst struikel ik over een reuzenskelte en dan word ik omvergelopen door een meisje met laars aan, dat bovendien schallepuit roept. Dat vind ik redenen genoeg om te keren. Maar mijn vader denkt daar heel anders over. Bij de ingang staan allemaal laarzen en een paar klompen. Echt waar. Ja, ik ben klaar. Ik was heel erg zenuwachtig. Was je heel erg zenuwachtig, Lin? Ja, dat ja? Is wel. Nou, je deed het supergoed. Weet je, ik eigenlijk is het een heel verhaal, want Sylvester is helemaal niet blij. Maar ik word heel erg blij van jou zoals jij dat voorleest. Want het is zo grappig zoals jij dat doet. Het is echt, en je kan ook gewoon in de reclame, hè, volgens mij. Want zoals jij dan die moeder nadoet, Bart, ze hebben het al zo. Ik kan dat niet hoor, nee. Maar geweldig. Ja, echt gewoon heel erg leuk. Je kan gewoon zo... Ja, op de tv, actrice worden. Hele mooie stemmetjes. Super, maar schrijf wel om ja, wat zeggen. Ja, ja, ik vind dat jij ook een mooie stem hebt. En je hebt inderdaad iedereen een leuke stem gegeven. Je hebt het heel grappig gemaakt. En ik merkte tijdens het lezen niks van jouw zenuw hoor. Je ging af en toe misschien niet snel, maar je hebt het echt heel mooi verteld. En ik vond het eigenlijk wel
heel, heel rustig en beheerst klinken. Nou, maar ik was teleurgesteld dat jij ophield. Ja, en dat zei, ook. Oh, het is afgelopen. Nou. Jammer. Ja. Dus dat had nog wel even doorgemaakt. En je hebt zelf nog goed in die camera gekeken ook nog. Ja. Ja. Zie je, hoeft niet meer voor nee, een hoor. Keer. Hè? Nee. Nee. Hartstikke goed gedaan. Ik ben Kaylin en ik ga een stukje voorlezen uit het boek Leef van een Loser, Vette Pech. En het stukje dat ik ga voorlezen gaat erover dat Bram Botemans een niet zo toffe zomervakantie heeft gehad. En hij geeft hier dan ook een paar redenen waarom. Mam wil dat Rick en ik wat meer meehelpen in huis. En daarom moeten wij elke avond samen afwassen. Mogen niet tv kijken en niet gamen voor de hele afwas klaar is. Nou, laat ik het zo zeggen, Rick is het allerslechtste afwasmaatje ter wereld. Zo gauw we klaar zijn met eten, gaat hij boven naar de wc en blijft er dan een uur zitten. Tegen de tijd dat hij weer naar beneden komt, ben ik al klaar. Maar als ik dan ga klagen bij pap en mam, komt Rick steeds met hetzelfde excuus. Ik denk trouwens dat pap en mam zich te veel zorgen maken over mijn kleine broertje Max, om zich nu echt met mij en Rick te bemoeien. Gisteren maakte Max een tekening op het kinderdagverblijf en pap en mam waren helemaal van streek toen ze hem in zijn rugzakje vonden. Pap en mam dachten dat zij op die tekening stonden. Dus nu doen ze alleen maar heel klef tegen elkaar als Max in de buurt is. Maar die tekening ging over mij en Rick. Een paar avonden geleden hadden we slaande ruzie om de afstandsbediening. En Max zag dat allemaal gebeuren. Maar dat hoeven pap en mam niet te weten. Er is nog een reden waarom mijn zomervakantie niet echt tof was. Mijn beste vriend Theo was ongeveer de hele tijd op vakantie. Hij was geloof ik naar Zuid-Amerika geweest. Maar om eerlijk te zijn, ik weet het niet zeker. Misschien ben ik wel een slecht mens, maar vakanties van andere mensen kunnen mij niet echt boeien. Trouwens, Theo en zijn familie reizen voortdurend naar de meest idiote plekken op de aardbol. En ik kan die tripjes nooit uit elkaar houden. Er is nog een reden waarom Theo's vakanties me niet kunnen boeien. Hij schept altijd zo op als hij terugkomt. Vorig jaar ging Theo 10 dagen naar Australië. Maar toen hij thuis kwam, deed hij net alsof hij er zijn hele leven had gewoond. Nog iets heel irritants. Iedere keer als Theo in een nieuw land komt, gaat hij helemaal mee in de hype van dat moment. 2 jaar geleden bijvoorbeeld. Toen kwam hij uit Engeland terug als fan van de een of andere zanger Joshy. Vast een enorme ster daar. Dus Theo kwam thuis met een tas vol cd's, posters en andere Joshy-spullen. Ik wierp 1 blik op de cd's en zei tegen Theo dat Joshy voor kleine kinderen was. Maar hij geloofde me niet. Hij zei gewoon dat ik jaloers was omdat hij Joshy had ontdekt. Joshy was nu Theo's nieuwe held. Echt heel irritant. Dus als ik ooit een keer ergens kritiek op had, wilde Theo daar niks van weten. Nu we het toch over het buitenland hebben. Vandaag vertelde mevrouw Lefrère, onze lerares Frans, dat we dit jaar een penvriend gaan kiezen. Toen Rick in de tweede zat, had hij een penvriendin van 17 uit Amerika. Dat weet ik zeker, want ik heb de brief in zijn la zien liggen. Toen we de formulieren van mevrouw Lefrère kregen, kruiste ik precies die vakjes aan die me ook zo'n penvriendin zou opleveren. Maar toen mevrouw Lefrère mijn formulier had gelezen, moest ik het helemaal overdoen. Ik moest een jongen kiezen van mijn eigen leeftijd en hij moest Frans zijn. Dus ik verwacht bar weinig van het hele penvrienden gebeuren. Mam heeft bedacht dat Rick me voortaan moet oppikken na school. Net als bij de zwemtraining. Van die ervaring heeft ze blijkbaar niks geleerd. Maar ik wel. Dus toen Rick me kwam halen, vroeg ik of hij alsjeblieft een stuk beetje rustig wou remmen. Rick zei ja, maar hij heeft er alles aan gedaan om elke verkeersdrempel in de stad te vinden. Eenmaal uit de bus schot ik Rick de huid vol en toen werd het vechten. Mam zag het precies gebeuren door het raam van de woonkamer. We moesten binnenkomen en aan de keukentafel gaan zitten. Toen zei mam dat ik en Rick ons meningsverschil op een beschaafde manier moesten oplossen. Mam zei dat we allebei moesten opschrijven wat we fout hadden gedaan en daarna moesten we er ook nog een tekening bij maken. Ik wist precies waar ze met dat idee naartoe wilde. Mam is vroeger kleuterjuf geweest. En als een kind iets fout deed, moest hij daar een tekening over maken. Het idee was natuurlijk dat het kind zich dan zou schamen voor wat hij had gedaan. Zodat hij het nooit meer zou doen. Nou, mams idee werkte misschien bij een stelletje kleuters. Maar als ze wil dat ik en Rick met elkaar kunnen opschieten, moet ze toch met iets beters komen. Kaylin. Was je zenuwachtig? Wel een beetje. Ja, dat dacht ik. Voordat je begon. Maar toen je eenmaal begonnen was,
dacht ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Je bent ook absoluut geen loser. Jij leest zo lekker losjes. Want ik zit altijd zo te luisteren naar iedereen. Maar bij jou ben ik gewoon lekker achteruit gaan zitten. Dat ik dacht, nou kom maar op met dat verhaal. Ja, hartstikke goed. Dat is een gave. Knap. Ja, echt een heel lekker tempo. En heel goed te volgen. Kalm en beheerst. Echt, jij hebt het heel knap voorgelezen. En ja, volgens mij had je zelf ook lol in het fragmentje. Dus dat, dat was goed te merken. Heel leuk, dankjewel. Ja, goed gedaan. Hallo allemaal, ik ben Floris van der Geest. Ik kom uit Goor en ik kom van de basisschool Hekeren. Ik ga vandaag een stukje voorlezen uit Harry Potter en de Steen der Wijze. En het is geschreven door Joanneke Rowling. En ik heb dit boek gekozen omdat ik het super spannend en leuk vond en ook heel erg inspirerend. En het gaat over Harry Potter die bij zijn oom en tante woont. En Harry krijgt een uitnodiging van Swijnstein om daar les te gaan volgen. De familie krijgt super veel brieven en ze zijn uiteindelijk verhuisd naar een vuurtoren dicht bij de zee. In de hoop dat niemand hen kon vinden. Maar Hagrid vond ze, dat is de conciërge van Swijnstein. Hagrid zei tegen Harry dat hij een tovenaar was en dat zijn echte ouders ook tovenaars waren. Hagrid nam Harry mee naar de weg is weg om daar van schoolspullen te kopen. En daarna zette Hagrid Harry af bij het station van Londen, want Harry moest natuurlijk naar Swijnstein komen. Harry moest naar perron 94, maar hij wist niet precies waar dat was. En daar ga ik nu een stukje over voorlezen. En jullie gedraag je dit jaar wel, hè? Als ik nog een keer een L krijg, omdat jullie een toilet hebben opgeblazen. Een toilet opgeblazen? Wij hebben nooit een toilet opgeblazen. Trouwens, wel een prima idee. Bedankt, ma. Dat is niet grappig. En pas een beetje op Ron. Maak je maar niet ongerust. We zullen goed voor die kleine Ronnie Pony zorgen. Hou je kop, zei Ron opnieuw. Hij was al bijna net zo lang als de tweeling. En zijn neus was roze op de plaat die zijn moeder had schoongevreven. Zeg ma, raad eens wie we in de trein hebben ontmoet. Harry trok zijn hoofd snel weg. Weet je nog wel, die jongen met dat zwarte haar, die vlak achter ons liep. Weet je wie dat is? Wie dan? Harry Potter. Harry hoorde het kleine meisje roepen. O ma, mag ik ook even in de trein om hem te zien? Alsjeblieft. Je hebt hem al gezien, Ginny. Die arme jongen is geen beest in de dierentuin. Dat je ongestoord kunt aangapen. Is hij het echt, Fred? Hoe weet je dat? We hebben het gevraagd. Zijn lipteken gezien? Heeft er echt een? Net een bliksemschicht. Arme schat, gewonnen dat hun moeder zien alleen was. Ik vroeg me al af waarom. Hij was o zo beleefd toen hij vroeg hij op het perron moest komen. Dat zou al best, maar zou hij ook nog weten hoe je weet wel eruit ziet? Hun moeder werd plotseling heel streng. Ik verbied je dat te vragen, Fred. Nee, waag het niet. Alsof hij daar aan het rinnen wil worden op zijn eerste schooldag. Goed, goed, maak je niet zo dik. Iemand blies op een fluit. Vooruit, stop, zei hun moeder. De drie jongens stapten haastig in. Ze leunden uit het raampje om haar een afscheidskus te geven en de zusje begon te huilen. Niet janken, Ginny. We zullen vaak een L sturen. We sturen je wel een wc-bril. George! Geintje, ma. De trein begon te rijden en Harry zag de moeder van de jongens zwaaien. De zusje probeerde half lachend, half huilend met de trein mee te rollen. Tot hij uiteindelijk te snel ging en ze bleef staan en ook zwaaide. De trein ging een bocht om en Harry keek hoe het meisje met haar moeder uit het zicht verdwenen. Hij flitste voorbij en Harry voelde een golf van opwinding. Hij wist niet wat hem te wachten stond, maar het kon alleen maar beter zijn dan wat hij achterliet. De deur van de coupé gleed open en de jongste roodhaarige broer kwam binnen. Zit hier iemand? Vroeg hij. En hij wees op de bank tegenover Harry. Verder is alles vol. Harry schudde zijn hoofd en de jongen ging zitten. Hij wierp stiekem een blik op Harry. Maar hij keek nu snel weer uit het raam en deed alsof hij helemaal niet nieuwsgierig was. Harry zag dat hij nog steeds een zwarte veeg op zijn neus had. Hé Ron! De tweeling kwam binnen. We gaan naar het midden van de trein. Larry Jordaan heeft een reuze tarantula bij zich. Oké, mompelde Ron. Harry, zei de andere tweelingbroer, hebben we ons al voorgesteld? Fred en George Wemel. En dat daar, dat is Ron. Tot straks. Dag, zeiden Ron en Harry. De broers deden de deur van de coupé dicht. Ben jij echt Harry Potter? Flapte Ron eruit. Harry knikte. Oh, ik dacht dat het een grap van Fred en George was, zei Ron. En heb je echt
Ik bedoel, hij wees op Harry's voorhoofd. Harry streek zijn pony weg, zodat hij bliksemvormige litteken kon zien. Harry staarde ernaar. Dus dat is waar je weet wel. Ja, zei Harry, maar ik weet er niets meer van. Niet, zei Ron gretig. Nou, ik herinner me nog een hoop groen licht, maar verder niets. Wauw, zei Ron. Hij staarde een paar tellen aan en besefte toen blijkbaar dat het onbeleefd was en keek snel weer uit het raam. Bedankt. Floris. Ja. Er zijn altijd heel veel meisjes bij voorleeswedstrijden. Dus wij zijn altijd erg blij als er ook een jongen bij zit. Ja. En je zit hier ook verdiend, want je doet het hartstikke goed. Ja. Een mooi boek natuurlijk ook, Harry Potter. Hartstikke bekend. En ik heb nog nooit iemand zo'n goede samenvatting horen geven van het boek. Ja, het duurt ook wel lang. Ja. Nee, dat, zo heb ik me dat niet gerealiseerd. Nee, maar gewoon heel goed, heel beknopt juist. Maar wel echt... Ja, knap vond ik dat, want het is natuurlijk een heel groot verhaal. Maar zoals jij dat heel kort hebt samengevat, vond ik heel knap. Je vindt het zelf een inspirerend boek. Ja. Maar jij leest ook heel geïnspireerd eruit voor. En zoals je dat doet, dat is mooi, want wij zien jou nu, we hebben jou gezien op beeld. En nou, je doet het geweldig op tv, want je komt eruit, weet je. Je bent heel erg... Ja, dat is super knap. Hartstikke goed gedaan. Ja, ik vind dat je heel meeslepend hebt voorgelezen. Dus je nam ons helemaal erin mee. En ook met je gebaren, dus dat je dat doet met je pony, wat de personages doen, die gebaren die doe jij voor een deel doe je mee. En dat maakt het wel nog even net iets levendiger dan anders, zeg maar. Dus heel leuk gedaan, dankjewel. Ja, bedankt. Ja, fijn dat je er was. Ja, bedankt. Super. Ik ben Berla en ik kom uit Delden. Ik ga een boek voorlezen uit Het Geheim van de Dode Vallei. En de schrijver hiervan is Jorgen Hofmans. En ik heb dit boek gekozen omdat het een vakantieavontuur is. En dat leek mij heel erg spannend. En het gaat over Stijn en Bas. Die zijn op vakantie in Afrika. Daar willen ze in de zee zwemmen. Maar dat kost €50 per persoon. Dus mocht het niet meer van hun ouders. Daarom hebben ze stiekem in de nacht afgesproken. Ze gaan stiekem in de nacht naar de zee zonder geld te betalen en hun ouders weten van niks. En dan gebeurt er iets vreemds. Nu zijn we bij het stukje aangekomen dat ze gaan zwemmen. Even later duiken ze het water in. De zee is ijzig koud. Stijn voelt een rilling over zijn lijf gaan. Zijn huid tintelt. Het voelt alsof hij een bad ijsklonten is. Klaar? Roept hij naar Bas. Bas knikt. Stijn zuigt zijn longen vol lucht, propvol met zuurstof. Dan gaat hij kopje onder. Met grote slagen gaat hij dieper en dieper. Hij draait zich om en ziet Bas boven hem. Met een wild gebaar wuift hij naar Bas. Stijn wil dat Bas hem volgt. Bas moet dicht bij hem blijven. Ze mogen elkaar niet kwijtraken. Stijn moet goed op zijn broertje letten. Hij is tenslotte de oudste. Onder water is het donker. Hoe dieper ze gaan, hoe donkerder het wordt. Stijn kan met moeite voor zich uitkijken. Hij tuurt en tuurt. Het is zo donker. Alles om zich heen lijkt zwart. Ineens voelt hij iets in zijn zij. Het is Bas die naast hem is komen zwemmen. Hij wijst naar zichzelf en daarna naar boven. Stijn knikt. Hij begrijpt wat Bas wil zeggen. Ze draaien zich om en zwemmen naar boven. Boven water helpt ze naar lucht. Man, wat is het daar donker, roept Bas. Ik had geen lucht meer. Ik had eerst heel diep adem moeten halen. Wil je terug naar het hotel? Vraagt zij. Nee, ik wil nog één keertje proberen. Goed zo, broertje, zegt Stijn lachend. Geef me even 10 tellen, zegt Bas. Oké. Bas haalt rustig adem. Net zoals in het zwembad. Daar heeft hij het keer op keer geoefend. Dan haalt Bas diep adem. Stijn let goed op zijn broer. Ook hij zuigt zijn longen nu vol. Dan gaan ze samen kopje onder.
Met grote slagen zwemmen ze weer naar beneden. Stijn is de sterkste en zwemt voorop. Een paar meter achter hem volgt Bas. En dan ziet Stijn het goed. Op de bodem van de zee is een bult te zien. Ligt daar een wrak? Met al zijn kracht zwemt Stijn naar het bult. Hij zag het goed. De bult is een stuk van een oud wrak. Om en in het wrak zijn veel beesten. Het is een huis geworden. Een huis voor heel veel kreeften en krabben en vissen. Zelfs een inktvis heeft zijn plek gevonden. Stijn kijkt op zijn naar Bas. Die wil weer omhoog, zo te zien. Juist als hij wegzwemt, golft het zeewier. Zeewier dat vastzit op het wrak. Er staan letters op het wrak. Stijn leest, kan niet zinken. Hij kijkt naar Bas en maakt een gebaar. Bas knikt. Schuif weer naar boven. Je hoofd is zo rood als een boei, zegt Bas. Stijn kan even niets meer zeggen. Hij moet eerst weer op adem komen. Maar dan barst hij los. Wat een gaaf wrak. Het is zo oud. Volgens mij ligt het daar al eeuwen. Kan niet zinken. Kan wel zinken, roept Bas. Stijn, zullen we nog één keertje kijken? Stijn knikt heftig van nee. Je bent gestoord, jij. Ik heb geen lucht meer over. We gaan straks wel weer. Dan bedenken we een smoes voor papa en mama. Dat we gaan wandelen of zo. Op hun gemak zwemmen ze weer naar de kade. Nu voelt het water niet meer koud. Op de kade trekken ze hun kleren aan. Hé, hey, jullie daar! Roept een stem. Met een ruk draait Stijn en Bas zich om. Stijn ziet een oude man. De man komt langzaam naar hen toe. Bas kijkt Stijn angstig aan. Afgelopen. Mooi gedaan. Berla, mooi gedaan, meid. Je hebt een hele heldere, duidelijke stem. En je kan niet alleen mooi voorlezen, maar je bent echt gewoon een verteller, hè? Je hebt een heel expressief gezicht, dat is een moeilijk woord. Maar eigenlijk zie je aan jouw hoofd gewoon precies wat je voorleest. Heel knap. Ja, mooi. Ja, je hebt met heel veel plezier voorgelezen. Dus ik werd er zelf ook heel vrolijk van. Ja, hele goede articulatie. Dus je kan de woorden heel goed uitspreken. Het is daardoor heel, heel lekker te volgen. En je hebt ook heel veel goed in de camera gekeken. Waardoor je ook heel veel contact had met... Ja, het publiek was er dus niet. Maar je maakte wel contact met wie er naar jou kijkt. En dat is heel mooi. Trots op jezelf zijn. Ja, echt leuk. Zeker. Nou, dit waren alle 7 voorleeskampioenen. We hebben zitten genieten van allemaal. Maar nu is het spannend wie door mag naar de volgende ronde. Dan geef ik nu het woord aan de jury, want die gaat bekendmaken wie gewonnen heeft. Ja, we vonden iedereen heel erg enthousiast. Iedereen heeft met enorm veel plezier voorgelezen. We hebben er enorm van genoten. Om daar nou uit die 7 één iemand te kiezen was enorm moeilijk. Maar het is wel gelukt. Ja, allemaal kampioenen natuurlijk. Uiteindelijk hebben we gekozen voor degene die ons zo in het verhaal zoog dat we helemaal vergaten om aantekeningen te maken. Het was een manier van voorlezen die ons raakte, waardoor we gewoon voelden wat er eigenlijk werd verteld. Het was best de emoties in dat verhaal en dat was heel knap overgebracht. Dus de winnares van deze voorleeswedstrijd is Lois de Wilde uit Wierden. Van harte gefeliciteerd! Lois, van harte gefeliciteerd met je overwinning. Je bent echt voorleeskampioen. Jij mag ons vertegenwoordigen in de halve finale van de nationale voorleeswedstrijd. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken naar deze film. We wensen jullie nog heel veel voorleesplezier en hopelijk tot gauw weer in de bibliotheek.